Ja, ik vind het heel moeilijk om wat te zeggen over, over noodhulp en wat de impact is daarvan. Want het is iets wat we doen omdat het moet eigenlijk, omdat het niet anders kan. Maar niet zozeer omdat we willen. Wat er eigenlijk echt nodig is, is dat mensen een duurzame oplossing voor hun problemen krijgen. En daar zelf mee aan de slag gaan, zodat ze op langere termijn bijvoorbeeld hun eigen eten kunnen verbouwen of in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, hun kinderen naar school kunnen sturen. Ja, en dat kan ik niet zeggen over noodhulp. Daarvan kan ik zeggen dat kinderen die ondervoed waren nu gezond zijn. Dat mensen die anders geen toegang tot gezondheidszorg hadden gehad en verder hadden moeten reizen of duurde medicijnen hadden moeten kopen of misschien wel dood waren gegaan omdat ze dat zich niet konden veroorloven, nu wel geholpen zijn. We hebben nu veel aan noodhulp gedaan de afgelopen jaren, maar tegelijkertijd in hetzelfde gebied hebben we ook gewerkt aan meer voedselzekerheid. Dus we hebben mensen training gegeven op het gebied van landbouw, maar we hebben ze ook geholpen met het geven van opleiding, zodat ze bijvoorbeeld als naaister aan de slag kunnen om op die manier zelf hun inkomen te verdienen. Dus het is niet alleen noodhulp, maar we proberen dat erg te combineren met de oplossingen die nodig zijn op de lange termijn. Om ook op die manier in de voedselzekerheid te voorzien.